Dit is het WOS Nieuws weekoverzicht met deze week. Een rapport over huishoudelijke hulp maakt veel tongen los. De speelkooi in Wateringen blijft een splijtswam. En de scholen zijn weer begonnen. Het rapport dat woensdag verscheen over hoe de gemeente Westland moet omgaan met het herindiceren van huishoudelijke hulp doet veel stof opwaaien. De zorgwethouder onderschrijft de conclusies, terwijl oppositiepartijen als Westland Verstandig en Gemeentebelang Westland moord en brand schreeuwen. Terug naar dat rapport. Wat staat er precies in? Westland is begin dit jaar overgestapt op het systeem van resultaatgericht indiceren. In een zogeheten keukentafelgesprek kan worden bekeken hoeveel huishoudelijke hulp iemand nodig heeft. Daarbij wordt niet langer gekeken naar hoeveel uur hulp iemand zou moeten krijgen, maar naar het resultaat dat moet worden behaald. Westland is volgens onderzoeksbureau Radar op de goede weg, maar moet wel het een en ander verbeteren, zoals duidelijker communiceren met de mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben en het versnellen van de nog wachtende herindicaties. De manier waarop Westland werkt zorgt in een aantal gemeenten in Noord-Brabant voor te veel onduidelijkheid en zij zijn daarom ook gestopt met het systeem. Tegenstanders hier die slijpen ondertussen hun messen. Hoe gaat de zorgwethouder het debat in? Ik ben blij met dit rapport. Dit rapport moet het werk gaan doen. Ik ga proberen ze te overtuigen. Of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Ik roep ze wel op om mee te denken in de aanbevelingen van het rapport. Misschien ook over de eigen schaduw heen te stappen en dit absoluut een kans te geven. De onrust die veroorzaakt is door allerlei omstandigheden, dat we die achter ons laten en nu in het belang van de cliënt de goede dingen gaan doen. De gemeente Westland zit tot 2021 vast aan dit systeem. Gemeentebelang Westland is al van het begin af aan kritisch. Ja, en zo meteen komt er gewoon te staan, de keuken mag vandaag schoongemaakt worden. En dat die meneer of mevrouw een ongelukje heeft gehad en dat de hele vloer plakt van de uitwerpselen. Ja, dat moeten ze dan maar laten liggen, want het staat vandaag niet op het lijstje. Dat soort schijnende situaties ga je krijgen en daar word ik gewoon kwaad van. Er zijn ook partijen die de wethouder steunen, zoals het CDA. Het praten over uren, ja, dat... Eigenlijk staat dat in het rapport ook, liever niet praten over uren, maar praat over het resultaat. Praat met elkaar over de beoordeling en het uiteindelijke resultaat. En laat het uren los, maar ga op die manier het gesprek aan. Dus pas je communicatie daar heel erg op aan. Dat zal groeien worden, dat zal wennen worden, maar laten we het toch loslaten. Omdat wij echt denken dat daar de sleutel ligt. Langer thuis blijven, we hebben daar echt heel veel vertrouwen in. Ander nieuws dan. Er is opnieuw veel te doen om de speelkooi in woonwijk Vliettuinen in Wateringen. In oktober vorig jaar is een motie aangenomen om de kooi ook geschikt te maken voor voetbal en geluiddempende maatregelen te treffen. Maar de verantwoordelijk wethouder is iets heel anders van plan. Het CDA is woedend. De speelkooi is een ware splijtswam. Aan de ene kant zijn er buren die volop klagen over overlast van hangjongeren. Aan de andere kant zijn er buren die zeggen nergens last van te hebben. Ja, is het enerzijds een stuiterende bal, maar dat is niet het ergste. We hebben ook overlast van groepen die hier met auto's de straat inkomen. Die parkeren hier op de stoep met brommers. Het gaat soms tot 's avonds laat gaat het door met veel lawaai. Ja, soms is er wel eens een drukte van, maar nooit problemen van overlast, vuil of niks, helemaal niks. Een lastig dilemma voor wethouder Leen Snijders. Want moet de gemeente de kooi verkleinen zodat hij meer gericht is op de jongere jeugd? Of moet men de kooi houden zoals hij is? Want als er geen ontmoetingsplek voor jongeren is, zullen zij door de wijk zwerven. Hij kiest voor verkleinen, tegen het zere been van het CDA. Er staat inderdaad in dat er een voetbalvoorziening moest komen, net of er al helemaal niks was. En die is een vijfde kleiner als wat er nu ligt in dit geval, waarin eigenlijk alle bestaande voorzieningen gewoon verwijderd zouden worden. Het zou een pannenveldje alleen worden. Nou, dan kan je niet basketballen, dan kan je ook niet voor de hele buurt ochtenden trimmen en dat soort dingetjes meer. Dus gigantisch verontwaardigd. Toch is er een groep bewoners die de kant van de wethouder kiest. Want dat is namelijk de uitkomst van het participatietraject. Waar ik ook ruim 60 handtekeningen voor heb, van mensen hier uit de omgeving die zeggen van, nou, wij willen dat op die manier vormgegeven hebben. Dan hoop ik dat dat uitgevoerd gaat worden en niet dat het CDA uiteindelijk zijn zin krijgt. Dat gaat er bij de voorstanders van behoud van de kooi niet in. Het is gewoon hartstikke jammer dat dit gebeurt. U maakt zich er wel boos om. Ja, ik ben heel erg boos. En
het gaat ook een beetje langs ons heen en dat is opgezet door die nieuwe bewoners. Zelfs ouderen zijn hier volop aan het sporten eigenlijk. Het is de enige voorziening in het centrum van Wateringen waar je dit kan doen. Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State op 29 mei mag de overheid niet langer besluiten nemen die leiden tot meer uitstoot van stikstof bij natuurgebieden. Dat heeft onder meer gevolgen voor bouwprojecten. In de Tweede Kamer houdt Arne Weveling uit Westland zich bezig met de uitspraak. In het Solduinse bos in Schravenzande komen maandag natuurorganisaties en bestuurders bijeen. De overheid kan stikstofuitstoot terugdringen door nieuwe projecten stop te zetten of te compenseren door extra natuur aan te leggen. Een voorbeeld daarvan is het Solduinse bos. Beheerder van het bos, het Zuid-Hollands Landschap, wil het bos uitbreiden met nieuwe natuur, waaronder ook een natuurbegraafplaats. Wat ik hier met eigen ogen zie, is hoe je eigenlijk werk met werk kan maken. Het is natuurlijk heel belangrijk om ruimtelijke ontwikkeling te hebben, economische ontwikkeling, en tegelijkertijd ook ruimte te hebben voor groen en voor natuur en voor allerlei biodiversiteit. En dat is gewoon enorm belangrijk en het is niet of-of, maar je moet het en-en doen. Ook de bekende tv-tuinman Lodewijk Hoekstra is er maandag. Hij voert lobby voor het verduurzamen van bijvoorbeeld tuinen, parken, bedrijfsterreinen en woonwijken. Je hebt ook een gemeente en uiteindelijk bewoners. Hè? En dat zit allemaal vast in zo'n gebiedsontwikkeling. Dus als je een uniforme ambitie kan creëren, een ambitie die iedereen snapt, dan kan iedereen er ook achter gaan staan. Dan zul je zien dat bijvoorbeeld ook een waterschap in één keer aanhaakt. Nu is het eigenlijk de kunst om een oplossing te bedenken om een economische ontwikkeling te hebben en tegelijkertijd ook de natuur zijn werk te laten doen. Om te zien hoeveel leven er in het Solduinse bos is, gaat men de poel in. Ik ben ook woordvoerder visserij, dus alles komt een beetje samen. Zeker met zo'n mooi net. Dus we hebben mooie kleine visjes gezien en kevers. Dus ik kan het iedereen aanraden. Dus wij denken ook, je kan prima die miljoen woningen bouwen in Nederland. Dat is helemaal geen probleem. Als je dan maar wel zorgt dat het ook duurzaam is. Een gezonde leefomgeving, biodivers en ga zo maar door. Half september is er in de Tweede Kamer opnieuw een debat over de stikstofuitspraak van de Raad van State. De Hoekse vishandel blijft bestaan. De viswinkel, al 34 jaar een begrip in Hoek van Holland, zou eind deze maand sluiten omdat de zaak in de weg staat van het metrospoor van de Hoekse lijn. De zaak verhuist. Het nieuws over de sluiting slaat deze zomer in als een bom. De Hoekse vishandel op het stationsplein moet weg, want het metrospoor loopt in de toekomst door de zaak heen. Dus de eerste slachtoffers, heb ik gedacht, zijn al gevallen door de metro. Niet door de trein, niet door die metro, maar door zulke soort dingen. 4 jaar is Hofland in onderhandeling met Rotterdam over een plekje bij metrostation Hoek van Holland Haven. Maar de vraagprijs kan hij niet meer opbrengen. Hij bleef hopen op een wonder. Dat diende zich vorige maand aan. We gaan van locatie veranderen naar de Rechterstraat bij het strand in Hoek van Holland. Dat was dan een bestaand bedrijfje en dat heb ik overgenomen en dan gaan we gezellig daar verder voor 1 oktober. De zaak gaat ook weer Hoekse vishandel heten. Hofland is nog bezig een vergunning rond te krijgen voor een terras met overkapping. Voor het personeel is de onzekerheid voorbij. Wat dat er gaat is het fijn om dan daarbij door te gaan. Daar heb ik alle vertrouwen in. Want ja, dat heb ik wel nodig, want ja, ik voor mij zeker wel inkopen en hier naartoe. Even een praatje met de mensen en dan weer terug en dan s'avonds weer terug. En dan elke dag zo'n beetje, dat vind ik dan, dat was ook mijn doelstelling. Maar die vinden het heel fijn. 30 september moet de huidige zaak dicht, waarna op 1 oktober de nieuwe zaak opent. De WOS werkt sinds deze week met nieuwe vormgeving op radio, televisie en internet. Ook heeft de omroep als eerste omroep van Nederland het keurmerk Nederlandse streekomroepen gekregen. Omroepen die het keurmerk ontvangen hebben hun zaken organisatorisch en financieel op orde. In de nacht van zondag op maandag ging de radio al om met een nieuw geluid. Nu is ook de televisiezender aangepast. Veranderd heel veel. We gaan vanuit de studio natuurlijk opnames maken. De nieuwe nieuwsstudio waar we ook sport opnemen. Daar kunnen we wat meer berichten laten zien die we op de site wel kunnen zien, maar vroeger nooit op het journaal, omdat dat altijd met filmpjes ging. En nu kunnen we ook wat meer vertellen. We zijn hier jaren mee bezig geweest en eindelijk konden we dat via fondsen, konden we de centjes bij elkaar krijgen. Dat was heel veel sparen, maar de eerste stappen zijn nu gezet. Het keurmerk is dinsdagavond door de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, de NLPO, uitgereikt tijdens de officiële lancering van de nieuwe vormgeving op radio, tv en internet.
keurmerk is opgezet om juist te bewijzen dat je dus inderdaad als omroep aan alle belangrijke zaken voldoet. Dus dat je nieuws brengt 24/7, dat je een professionele bedrijfsvoering hebt, dat je financieel gezond bent, dat je een goede organisatie dus hebt, dat je professioneel werkt. En dat je ook bijvoorbeeld aan vrijwilligersmanagement doet. Nou, dat zijn allemaal criteria, zijn opgesteld door het Keurmerkinstituut. En als je daaraan voldoet, dan kun je een keurmerk verdienen. Wat is het DNA van Den Horn? Dat willen bewoners van de Woudse Laan met hun kunstwerk vertellen. Eerst waren daar weilanden, vervolgens kassen en nu staan er huizen. En dat in een tijdsbestek van 60 jaar. Een bronzen beeld van een polstokspringer moet herinneren aan de tijd van weleer. Dit is een replica van het beeld dat nu wordt gemaakt. Dat gebeurt in het atelier van Willem Domernik aan de Woudse Laan in Den Hoorn. Hij werkt met piepschuimplaten dat later in brons wordt gegoten. Het is vrij dik, dus ik heb deze maat heb ik ongeveer genomen voor de dikte van de platen bij elkaar. Er zijn 6-7 platen op elkaar gelijmd en dat is ook in ieder geval de maat van onze lichaam. Als je 25 jaar geleden voor het laatst in Den Hoorn bent geweest en nu weer voor het eerst terugkomt, is er veel veranderd. Waar we nu naartoe kijken, daar rond 1900 had mijn opa daar nog koeien lopen. Toen gaandeweg in de vorige eeuw zijn de kassen gebouwd. En er was een wilde, de tuinbouw deed het goed hier in dit gebied. Maar zoals je ziet is de tuinbouw geweken voor bedrijfshallen en huizenbouw. En dat verhaal wil Stichting DNA Den Hoorn blijven doorvertellen. Van de Romeinen tot weilanden, kassen, kerkenpaden, Sion, klooster. Er is zoveel transitie geweest in het dorp. En om dat voor de volgende generaties te behouden, willen we dat vastleggen in een verhalenlijn. En die verhalenlijn loopt via beeldende kunsten. Het verhaal gaat verteld worden door middel van een video- en audiotour. Ook voor kinderen wordt een versie gemaakt. Gemeenten, fondsen en bedrijven hebben grote geldbedragen gegeven. We hebben geld voor het eerste beeld, we hebben geld voor de verhalenlijn, we hebben de website opgestart en we hebben Willem opdracht gegeven om het eerste beeld te gaan maken. Dus we hopen dat halverwege volgend jaar het eerste beeld er staat en dat de wandelingen kunnen beginnen. Ondertussen gaat de stichting door met het zoeken naar geld en het maken van verhalen voor de rondleiding in het dorp. Deze week zijn de werkzaamheden bij het voormalige treinstation Hoek van Holland Haven hervat. Voor de zomer werden de werkzaamheden stilgelegd om het strandverkeer niet te belemmeren. De werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van een spoorwegovergang, als later metro's van de Hoekse lijn de stationsweg oversteken. Het gaat daar allemaal nog niet zo gemakkelijk. Zo moet goed worden bekeken hoe deze treinstoppers worden weggehaald. Pogingen om te slopen met een kraan mislukten. En ook deze vrachtwagen die zand kwam lossen, kon niet op eigen kracht het terrein weer verlaten. Een shovel bracht uitkomst. Het gaat overigens nog wel jaren duren voordat de metro's helemaal doorrijden tot het strand. Want de verlenging van het spoor zelf staat gepland voor 2021. De veerboot tussen Maassluis en Rozenburg vaart voortaan onder de vlag van Swets Inland Shipping. De vorige veerdiensten-exploitant Ottevanger OV is overgenomen. De medewerkers behouden hun baan. Ottevanger OV werd begin vorig jaar exploitant van de Maassluisse Veerdienst voor de periode tot en met 2032. De eigenaar laat weten zijn zaak om persoonlijke redenen te hebben verkocht. Vakbond CNV maakt zich zorgen, want werknemers kregen het nieuws woensdagochtend via een mailtje te horen. En na de eerste tunnel deze zomer is nu ook de tweede fietstunnel bij de Wollebrand open. De tunnel gaat onder de Westlandroute door en verbindt de Langebroekweg met grofweg het kanaal van de Lier. De fietstunnel is het laatste hoofdstuk van de werkzaamheden aan de Veilingroute en de Westlandroute. Dat project begon in maart vorig jaar met de opening van de Westlandroute. Onder meer het aantal rijstroken van de Veilingroute is verdubbeld en bij de Veilingroute met de Westlandroute ligt een nieuw kruispunt. Een aantal inwoners van Hoek van Holland wordt betrokken bij de Wereldhavendagen. En voor het eerst krijgt de Berghaven een rol toebedeeld tijdens dit enorme boten- en schepenfestijn. Er ging 2 jaar voorbereiding aan vooraf. En daarvoor is dit schip naar Hoek van Holland gekomen. Een ondiep watermijnenveger van bijna 60 jaar oud. Die vroeger gebruikt werd naar aanleiding van de dreigingen met de Koude Oorlog. Dat men mijnen zou neergooien in de belangrijke vaargeulen. En toen heeft Nederland 16 van deze schepen laten bouwen
om preventief te gaan vegen. De gebiedscommissie ergerde zich aan Rotterdam, omdat Hoek van Holland in het verleden geen rol van betekenis kreeg tijdens de Wereldhavendagen. En dat terwijl wij gewoon echt, je ziet het aan de overkant, echt eigenlijk de bewoners zijn die echt in de Wereldhaven wonen. De afgelopen week zijn veel Hoekenezen aan boord van de Mahu geweest. De blikvanger is het boordgeschut. Dit is een Oerlikon. Deze boordgeschut 20 mm. En die werd dus geplaatst met de bedoeling om mijnen die niet magnetisch waren, om die onschadelijk te maken op zee. Op de achterkant van het schip werden de magnetische mijnen binnengehaald met een kabel. Die ging dan over de controle heen die we hier zien. Die werd over die controle gelegd en zo rolde die kabel uit het schip. En de winst werd voornamelijk dan gebruikt om de kabel weer terug naar binnen te trekken. En door middel van drijvers werd dan het gebied waar geveegd werd afgeschermd. De samenwerking rondom de Wereldhavendagen ziet Van Anraat als een begin. Er is veel werkgelegenheid aan de overkant van de Nieuwe Waterweg. En dat biedt kansen. Dat met goed openbaar vervoer, waar we ook over bezig zijn, eigenlijk een enorme belangrijke werkgever aan de overkant hebben zitten. En daar is dit de start van. Daar is eigenlijk deze boot het beeld van dat we nu ook echt meedoen met de Wereldhavendagen. Aan het begin van de donderdagmiddag is het tijd om de trossen los te gooien en te vertrekken naar Rotterdam. De Mahu is de komende dagen te bezichtigen in de havenstad. Scouting Maasland maakt zich op voor de opening van het vernieuwde clubgebouw. Met sponsoracties, subsidie van de gemeente, eigen vermogen en zelfs een badeendjesrace is geld bijeengebracht. De start van de vernieuwing vorig jaar juli was spectaculair. Toen werd het gebouw opgetild. Zo ging dat. Het optillen was nodig om de nieuwe fundering te storten. Daar is nu niets meer van te zien. Nog het laatste puntjes op de i en de deuren kunnen open. Het gebouw was eigenlijk behoorlijk verzakt en oud en niet geïsoleerd. En we hebben het helemaal weer rechtgezet. Nieuwe fundering eronder gemaakt, hele nieuwe vloer eronder gestort. Geïsoleerd, dubbelglas erin, geïsoleerd dak erop, nieuwe botenloods. Dus eigenlijk heel veel gebeurd, ja. Bij de vernieuwing is veel gebruik gemaakt van oude materialen. De bar, al de houten delen die je daar ziet, dat zijn stukjes van de oude vloerbalken. Vroeger zat er een houten vloer in waaronder balken lagen. De stalen hoekbalken, dat is een van de balken geweest waarmee het gebouw vorige zomer is opgelift. Het gebouw heeft een meter in de lucht gestaan om het zeg maar, opnieuw te kunnen stabiliseren en een vloer te storten. Daar zijn die hoekbalken van gemaakt. En zo is er nog veel meer in het gebouw hergebruikt. De officiële opening voor genodigden is zaterdagmiddag. Zondagmiddag tussen 1 en 4 is iedereen welkom op de open dag. De laatste feestweek van Westland is bezig, rondje Poeldijk. De festiviteiten begonnen met onder meer een bingo. Zondag dan kun je weer dweilen in het dorp en is er ook een braderie. En vrijdag was de voorstraat in het centrum omgetoverd tot één grote jeu de boelbaan. Opvallende aanwezige vrijdag tijdens rondje Poeldijk is burgemeester Bouke Arends. Tijdens de Westlandreunie versprak hij zich nog. Dit is het laatste feestweek in Naaldwijk, of in de gemeente Westland. Dus in Naaldwijk het laatste dorp. Toch wordt hij hartelijk ontvangen in Poeldijk. Hij gooit de eerste bal en opent daarmee het Jeu de Boel toernooi. Als bedankje krijgt hij een kistje druiven. En daarna een tour langs de zandbanen op de laatste Westlandse feestweek. Ongeveer 400 deelnemers hebben zich dit jaar aangemeld. Het zand op de banen is overigens hergebruikt. Woensdag en donderdag werd er het beachvolleybaltoernooi opgehouden. En daarna is het verplaatst naar de Voorstraat. Rondje Poeldijk duurt nog tot en met zondag. Dit weekend staan er onder andere een Oktoberfest en een braderie op de planning. En dan kijken we nog even naar het weerbericht. Het is iets frisser dan normaal met 16, 17 graden. Opnieuw hebben we een mix van stapelwolken en zon. Maandag begint de dag op veel plaatsen droog. Geleidelijk neemt de bewolking toe en is er kans op enkele buien. De dagen daarna kunnen ook enkele buien ontstaan en gaat de temperatuur iets omhoog. En dan nog dit. Na een vakantie van 6 weken is het weer even wennen. De scholen zijn weer begonnen. En als laatste regio van Nederland gingen ook hier de kinderen naar de basisschool. En iedere school viert dat anders. Op de Prins Willem-Alexander School in de Lier is het dubbelfeest. De PWA-school bestaat 50 jaar. Kelly!
Bij het hek van het schoolplein worden vaders, moeders en kinderen al opgewacht. Ze krijgen een liedtekst, want het 50-jarige bestaan van de Prins Willem-Alexanderschool laat de schoolleiding niet zomaar voorbij gaan. Wie heeft er allemaal zin in school? We gaan allemaal leuke dingen doen met elkaar dit jaar. En wat dat is, is zelfs voor ons nog soms een verrassing. Maar dat gaan we allemaal merken. Oh baby, ja, en dat kan harder. Oh baby, ja. We zien ons voor 50 jaar, daarom dit feestje met elkaar. We klappen voor de baby, ja. Hippie boera. Een juffrouw die er al vanaf het eerste begin bij is, is juf Suzanne van groep 1 en 2. Al 43 jaar staat zij voor de klas. Al die jaren voor de kleuters. Als ik gewoon denk aan de samenwerking met mijn collega's, hoe fijn dat altijd is. Dat iedereen er voor elkaar is en dat je vragen kan stellen, elkaar kan helpen, er voor elkaar kan zijn. Vind ik zelf iets heel moois. Het komend schooljaar staat voor een groot deel in het teken van het 50-jarig bestaan. Iedere maand is er een andere activiteit en er volgt nog een groot feest. Dus daar zijn we al druk mee bezig, maar we verklappen nog niks. Dat blijft nog even geheim.